I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, hi lieve patatjes, welkom bij een nieuwe video. Nou, vandaag, althans ik ben al iets eerder begonnen, maar ik ga vandaag met mijn moeder mee zwemmen. Want er is gezegd dat ik zo fit mogelijk moet zijn voor natuurlijk, maar ook tijdens de chemo. Ja. Dus ja, dit is een eerste stap. Ik heb gisteren 200 jumping jacks gedaan. Dat vond ik wel spierpijn. Ja, we gaan het maar doen. Ik heb een zwempak aan. Lijkt me alsof je gaat waterskiën. Ja, het is een beetje surf stof. Hij zit strak, maar dat moet ook met dit spul volgens mij. En dan gaan we meedoen dit keer met de 50-plussers. Dat heeft mijn moeder gevraagd. En ja, op de dinsdag schijnt ook nog een andere, het is nu vrijdag, de dinsdag schijnt ook nog een andere groep te zijn. Ook nog wat pittiger. Nou, ik ga gewoon kijken wat ik kan doen. En hopelijk vind ik het ook een beetje leuk. Want dat is toch ook wel belangrijk. Maar fit zijn is het belangrijkst. Ja. Zo. Nou, daarnaast willen we ook nog even vertellen over de hele moeilijke keuze die we hebben moeten maken. En dat ging over het wel of niet in laten vriezen van eicellen of bevruchte eicellen. Ja, hebben we dat eigenlijk wel een beetje uitgelegd ook? Nou. Dat door de hormonale kanker is dus best wel afgeraden om een tweede kindje te nemen. Omdat dat de kans op terugkeer vergroot. Plus kan de chemo zeg maar de uitwerking hebben dat je onvruchtbaar wordt. Ja, dat heb ik in de vorige vlog verteld. Oké, nou, dan val ik in herhaling dit keer. Dat mijn moeder en onze zussen ons al hadden aangeboden als draagmoeder. Ja, klopt. Dus ja, dat is natuurlijk... Ja. Nou ja, dat is nog steeds super geweldig. Ja. Alleen, we moeten op dit moment een vrij snelle keuze maken. En daar moeten we allemaal consequenties in meenemen. Dus ik heb nog gebeld met de gynaecoloog over ja, hoe gaat dat dan in zijn werk en wat komt daarbij. Want volgens mij is het dan eigenlijk gewoon een IVF-traject. En volgens mij wordt er dan hormonen ingespoten om dat eicelletje eruit te kunnen halen. Ja. En dat is iets wat we eigenlijk dus juist niet willen. Ik bedoel, ik moet juist antihormonen krijgen. Ja. En toen zei ze, ja, dat klopt. Wat ze nu dan wel tegenwoordig hebben, is dat ze dus gelijk die antihormonen daar ook dan daarna inbrengen. Dus om dat weer zo snel mogelijk tegen te gaan. Het lijkt op zich wel goed te werken. Maar dat is dus één belangrijk punt. Daarnaast, stel nou dat we voor ook bevruchte eicellen gaan, dan is het zo dat ik in het ziekenhuis na een bepaalde periode ze het eitje bij mij eruit kunnen halen. Dan zit ik in een soort van roesje met morfine, dus dan moet ik uitslapen. Dan moet Sergio, ik zag je toch helemaal voor me, dan moet Sergio met een koffertje met mijn eicelletjes in het transport naar Leiden. En daar moet hij dan zijn zaad afleveren, no pressure. En dan... lekker romantisch. Nou. En dan moet het daar bevrucht worden en ingevroren. Ja. En dan proberen te bevruchten, hè? Want ik bedoel, dat is natuurlijk ook nog een ding. Nou, dat is geen probleem gebleken in het verleden. Nou, dat niet, maar... Nee, maar ja, daarnaast, een hoop gedoe. Dus dat gedoe. Maar daarnaast hield dat ook in dat waarschijnlijk mijn chemo met 2 weken zou worden uitgesteld. En... Dat is ook een heel belangrijk ding en iets wat we niet willen. We willen gewoon zo snel mogelijk aan de slag, hoe eng het ook allemaal is. Je wil gewoon zo snel mogelijk dat doen. En ja, dat heeft ons doen besluiten om het niet te gaan doen. Nee. We hebben eigenlijk al vaker gezegd dat wij gewoon super blij zijn met Jesse Silver. Hij is zo goed gelukt. Dat lukt vast geen tweede keer, ten eerste. Ja. Ja, en nu werd je toch een beetje in een hoek gedreven. En heb je zoiets van, ja, ik wil geen spijt krijgen later. En ja,
als het geen moeite is, dan doe je dat natuurlijk gewoon. Maar nu zitten er gewoon best wel consequenties aan. En die risico's willen wij op dit moment niet lopen. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we gaan het nu niet doen. We gaan het traject gewoon in. We kijken of ik over 5-6 jaar toch weer een soort van helemaal gezond ben. En als we dan nog de behoefte hebben van, nou misschien hè, dat het toch ineens heel erg gaat kriebelen, dan kunnen we altijd dat traject nog in en kijken of het ons nog gegund is, of ik nog eicellen heb, ja. Hè, of de draagmoeders er nog voor openstaan. Dus ja, en hoe geweldig dat ook is natuurlijk, hè, dat er als draagmoeder wordt aangeboden, is dat ook wel een heel psychisch dingetje. He, want we zijn er dan niet bij. En hoe zit het dan met de band die je dan krijgt met je kind? En ja, dat vinden we ook best wel heftig. Maar wij voelen ons zeer gezegend dat wij deze mensen om ons heen hebben die zich daarvoor willen lenen, letterlijk. Ja, absoluut. Ja, maar voor nu hebben we dus gezegd, we gaan dit niet doen. We gaan nu voor mijn gezondheid, mijn veiligheid en... ik heb namelijk niks aan een tweede kind en mijn kinderen ook niet als ik er niet meer ben. Dus ik ben liever gewoon moeder van Jesse Silver met veel meer zekerheid. En ja. Dat gaan we doen. Dat gaan we gewoon doen. Hele heftige beslissing, want eerst deden we er gewoon heel luchtig over van ja, we weten helemaal niet of een tweede willen en we vinden het zo ook wel leuk. En dan bam, in your face wordt dit ineens in je gezicht... Gesmeten, ja. Dus dat. Dus ja, dit is de keuze die wij hebben gemaakt. Het was waarschijnlijk anders geweest als we nog helemaal geen kind hadden gehad. Zo, ja. Dan had het psychisch wel echt een heel stuk zwaarder geweest. Want ik denk dat ik dan misschien toch voor mijn eigen veiligheid ook nog had gekozen. Maar om dan het risico om helemaal geen kind te hebben, dat had ik wel echt heel erg gevonden eigenlijk. En nu zijn we gewoon al zo blij met Jess. Dus, voor nu gaan we werken aan zo fit mogelijk te zijn. En nog met mijn haren te gooien, zolang dat kan. En ik ben al gaan kijken dat mocht het allemaal niet werken, mijn haar gaat uitvallen om naar leuke doeken te kijken. En dan dat het gewoon een beetje leuk staat. En iets dat, mijn eigen, dat ik wimpers kan maken en wenkbrauwen en... ja, het is weer een andere soort winkelen, zeg maar. Ja. Ja. Dus, voor zover. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren flink gezwommen met mijn moeder. Het was voor 50 plus, maar mijn moeder had gevraagd of ik mee mocht. Maar ik heb aardig spierpijn. Ja. Ik ga dan toch gewoon all the way. Ik doe dan gelijk weer... van 0 naar 100. Maar ja, toch wel prettig om gedaan te hebben. Even je gedachten verzetten. En het gevoel dat je zelf ook een steentje bijdraagt aan het hele proces. Dat je een soort van ja, controle hebt. Het nadeel is wel dat je dan weer gelijk spierpijn hebt. Dan voel je weer van alles. Dus ook in mijn oksel natuurlijk. En ik, oh jee, ja, nee. Nu is het toch weer gelijk in mijn oksel. Maar goed, dat probeer je dan weer zo snel mogelijk te relativeren. Van, nou, doe normaal. En daarnaast, als het zo zou zijn, we gaan heel snel in de chemo als het goed is. Dus dan... die! Nee, niet ik. Kanker. Verder gaan we vandaag gezellig naar mijn zus Laura. Want die viert de verjaardag een 3-in-1'tje. Wij maken er 4-in-1'tje van, want Danny was jaren geloof ik in januari, als ik het goed zeg. En zijn we toen ook niet, althans kon toen ook niet echt een feestje vieren. Dus Danny, Laura, Naomi en Daley, alles in één. Ze heeft heel hard geploeterd om een heel groot zwembad neer te zetten met een overkapping. Heel de tuin is weg, maar de zon is ook weg. Dus dat, ja... die was ze vergeten te bestellen, denk ik. Hé, hey, daar komt mijn knappie aan. Hey, knappie. Zo. Ga je papa opsluiten? Akker.
Nu is het wel zo dat Jessie echt, nou, welkom. Dikke snotterbel. Ongelooflijk snotterd. Hoesten, dus ik hoop dat hij mij niet aansteekt, want dat zou toch wel heel vervelend zijn. Sergio heeft hij wel al aangestoken in ieder geval. Met hoesten en zo. Gaan we de telefoon. Hoesten en proesten. En piepen. Het zit vooral echt helemaal vast en zo. Ik weet het niet. Het is echt heel lang geleden dit. Ja. Maar ja. Maar ik word wel een beetje opgewonden van mijn eigen stem nu. Dus dat... Good morning. Sergio die blijft hier. Die, Ja, want dat hebben we natuurlijk ook nog helemaal niet laten zien. Terwijl ik even in de gaten hou waar hij aan zit. Ja, we zijn al een stukje verder met de badkamer. Badkamer ja, even, dus laat jij die maar even zien. Dan, Hij is er vandoor. Hij is helemaal loesu. Nou, dit is dus... De badkamer. Ja, dat is even vergeleken. Ik heb zelfs... Een nieuw lichtknopje gemaakt, eventjes tijdelijk. Maar ja, zoals je ziet heb ik het hele plafond verlaagd. Alles mooi afgewerkt. Alle muren zijn nu voorgelijmd. En hier hebben we al een heel groot gedeelte stuk op gedaan. Voor de tegels, dus dat hoeft niet helemaal glad. Het gat in de grond is weg. Hier is nog een gat. Voor het lichtknopje, dus die ga ik vandaag erin doen. Hier komt de verwarming. En vandaag ga ik alles zo goed mogelijk stukken. En dat lichtknopje maken. Dus ja, het plafond wordt nog wel een beetje een uitdaging. Want aangezien we het nu zo goed aan het doen zijn, wil ik het ook ja, helemaal mooi afwerken. En dat gaat toch inhouden dat ik voor het eerst in mijn leven echt stukwerk ga halen. Dus dat. Maar ja, vandaag gaan we dus eerst de muren afwerken. En dan zien we wel verder, stap voor stap. Goedemorgen, het is vandaag maandag 14 juni. Goedemorgen. En het is de dag van de MRI. Dus Sergio die gaat weer heel lief mee en op mij wachten, want hij mag toch niet mee, maar toch voor de support. Ik heb een heel leuk boekje gekregen van een collega. Oh. Druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Over het drukke leven en alle psychische problemen die daarbij komen en wat loslaten met je kan doen. Dus. Eigenlijk wat er helemaal niets toe doet, waar je allemaal druk over kan maken. Ja, ja. Hij heeft hem gekregen naar aanleiding van zijn vader die kanker kreeg. En hij zegt dat het boekje heel veel voor hem gedaan heeft. Dus, nou, dat is heel mooi. Nou, toppie. Dus we gaan dit keer op de fiets. En ja, volgens mij moet ik 3 kwartier weer liggen, dus dat is top. Toch? Toch? Delen. Stop in the name of love. Wat zeggen we dan? Ik ben niet stelen. Stop. No, no, no. Nou, we zijn weer thuis inmiddels. Dit is Zilver is lekker door aan het kijken. En ik heb een geconcentreerde gember shotje. Ik vind dat heel lekker. En het schijnt ook nog heel gezond te zijn. En Iemand zegt, ik vind het heel lekker. Nou, we hebben dus de MRI gehad. Tot mijn verbazing kreeg ik weer een infuus. Ik kreeg weer een contrastvloeistof. En ik moest dit keer op mijn buik liggen. En er waren 2 mooie gaten waar mijn borsten in konden. En mijn hoofd op een kussentje. Mijn armen naar achter, net als een pinguïn.
En nou, toen moest ik weer een half uur liggen. Van die hardere geluiden, tikken, van alles wat je hoort. En ja, ze hadden mijn hoofdtelefoon opgedaan, dat is een gehoorbescherming. Poppie. En dat is gehoorbescherming. Maar daar zou dan ook een radio doorheen moeten gaan. Maar dat was niet gelukt. Gelukkig doen die geluiden mij niet zoveel. En ben ik ook niet claustrofobisch. Dus dat ging gelukkig goed. Ik kon gelukkig rustig blijven liggen. Dora. Elena die komt zo gezellig hierheen. Dus zijn moeder is met een vriendin lekker op Kijkduin. Ze gaan genieten, nu het nog kan, van het mooie weer en de zon. En morgen de internist, dus dat is wel even spannend. Maar ik denk dat jullie dat gaan zien in de volgende vlog. I just wanna see you.